Ja, het is natuurlijk ontzettend verdrietig nieuws. Het zijn dingen die natuurlijk niemand mee wil maken. En nou ja, het eerste waar wij aandacht voor hebben gehad is om te zorgen dat de kinderen op de school en ook het team op de school opgevangen werd. Ja, er zijn inderdaad kinderen en ouders die kinderen naar school aan het brengen waren en hebben gezien dat er een ongeluk is gebeurd. We hebben gezorgd dat slachtofferhulp ingeschakeld is. De ouders die zich bij ons gemeld hebben, hebben we direct op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om ook ondersteuning daarbij te krijgen.